Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe redstone tutorial voor een verborgen crafting table. Ik weet, ik heb het al een paar keer eerder gedaan, maar deze is zo simpel, dit moeten jullie gewoon zien. Nou, gewoon zoals je verwacht, een verborgen crafting table. Hij komt niet uit de muur, gewoon een super simpele versie dit. Maar de reden dat ik het toch laat zien is omdat hij echt super klein is. En nu heb ik nog zo'n muurtje mee gedaan met dat ik hier hem kon activeren. Maar als ik dat niet doe, dan kan ik hem zelfs hier de lever plaatsen. Ja, dit is hoe uber simpel dit ding is. Dus is uber simpel überhaupt een woord? Dus ik ga jullie nu laten zien hoe je het moet maken als je het nog niet kon zien. Even kijken. Oké, je plaatst dus een sticky piston met een blok erop. Dan deze moet ver niet verbinden. Ook geen blok ertussen. Wil je niet hebben. Hier dan je blok ermee activeert. Een redstone torch. En dan daarboven op die redstone torch. Nog een sticky piston. Met je crafting table. Of het kan natuurlijk ook andersom. Hier je crafting table. En hier je blok. Dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dat is zelf wat je fijn vindt. En het werkt gewoon als je... Oeps, ik heb hem nu gesloopt. Maar als je... fixen. Zo. Zo werkt hij ook gewoon. Dus je kan hier gewoon het signaal erin laten gaan. En ja, dit ding... Ik snap niet hoe iemand dit heeft kunnen bedenken. Want ik heb deze niet zelf bedacht. Ik zag iemand liet deze zien aan mij. Ik weet niet meer wie. Dus maakt verder ook niet uit. Het is zo simpel. En de reden dat... Dit ding hier is, want je denkt van nou, het is nergens mee verbonden, dus hij kan ook weg. Maar dat werkt niet, omdat deze moet geüpdate worden. Zoals je ziet nu, doet hij het wel en dan... Als ik dat weer zo doe, dan activeert hij niet. Het komt door... blok updates. Want als ik... Dit blokje plaats... Met... Hier zo'n lever. En eigenlijk is die al geactiveerd. Maar hij activeert niet uit zichzelf. Dus hij moet eerst geüpdate worden. En dat kan je doen door dit blok hier te laten poweren. Want nu is hij eigenlijk geactiveerd. En als ik dan deze doe, dan update hij. Ondanks dat hij hem niet raakt. Dat is eigenlijk een heel slim manier om dat te doen. Het is wel heel lastig om dit te gebruiken in dingen. En zelf ben ik er ook nog niet echt heel handig mee. Ik moet echt leren om het beter te gaan gebruiken, dat soort dingen. Maar ja, het is best cool. En nog iets anders wat ik jullie wilde laten zien is dit ding. Het is nu echt nog super groot. Dit hoort er niet bij. Het is nu echt super groot en ik moet echt nog wat kleiner maken. Maar ik wil er ook wel een tutorial voor gaan maken. Maar wat het doet. Dit is zeg maar dan gewoon een meertje. Dus het is gewoon plat met water. En als je dan de lever omhaalt, of in dit geval heb ik een button ding gemaakt. Om te zorgen dat mensen dat ding niet gaan spammen. Dan komen deze blokken omhoog. Het wordt hier het water weggehaald. En dan heb je een tunnel naar beneden. En ook weer andersom. Ik vond hem best cool. Dus daar komt misschien ook nog binnenkort een tutorial van. Als ik een keertje tijd heb. Want zoals deze kost wat meer tijd om een tutorial van te maken. Net zoals van die lift. Wil ik ook nog een keer een tutorial van maken. Maar het duurt gewoon lang. Dus vandaar dat ik dat... nog niet gedaan heb. En dat het misschien ook nog wel lang kan duren. Maar. Ook nog een dingetje. Ik heb de 300 abonnees gehad. Ja, tussen 302. Maar het maakt niet uit. En daar komt binnen. Ik denk komende zondag. Dus volgende week zondag. Komt daar een special voor, denk ik. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Als je een idee hebt, laat even weten in de comments. Want dan, dat is ook mijn 100ste video. Dus dan kan ik een combinatie video maken van 100 subs. Ik bedoel 300 subs special in combinatie met 100 video special. Dus als jullie nog een idee hebben, laat me even weten in de reacties. En verder nog iets. Dit ding is ook wel cool trouwens. Bloem. Echt super snel. Maar, ja, komende week ben ik trouwens in Londen met school. Dus, ik ben er niet om te reageren op comments misschien. Ik kan waarschijnlijk via mijn telefoon, maar ik weet nog niet hoe mijn internet daar is. Dus
Misschien dat je geen reactie krijgt. En misschien dat er volgende week zondag nog geen video is. Omdat ik gewoon nog heel druk ben met andere dingen. Omdat ik vrijdagavond pas laat thuis kom. En zaterdag heb ik het ook heel druk. Dus moet even kijken wanneer die video komt. Maar ik hoop met praten. Want ja. Laat ik gewoon maar ophouden. Dus vergeet niet te liken, te abonneren en te reageren. En dan zie ik jullie woensdag weer met een nieuwe Polybridge. Doei!